auto versneld. En we zijn vertrokken voor de laatste keer deze middag. Juliette Derpion is er heel goed vandoor, maar Balbora is de beste starter. In het centrum van de baan kijken we vooral naar het nummer 4 van Irette Vivon. En aan de buitenzijde van Irette Vivon is het dan Mark Huygens met zijn joint de Sydney. Balbora die ligt momenteel derde. In de rug van Balbora zit meteen Jiwen Derpion. Dan hebben we Girondin draven. En aan de koord van Girondin zien we dan Mark Moes met zijn Coquin de Villard. Dat zijn de eerste 5-6 paarden. Wanneer Nick Vervloed opnieuw de leiding in handen heeft met Irette Vivon. Maar aan de buitenzijde trekt Julien Derpion zich op gang. Wil het commando overnemen van Irette Vivon. Gaat er een slagen. Julien Derpion, Hanna Huygens nemen de kop en de koordpositie voor een rekening. Irette Vivon ligt tweede. Joint de Sydney keurig derde. Balbora vierde. Coquin de Villard ligt vijfde. Girondin als eentje in het dode spoor. Dat wanneer we op 1500 meter van huis zitten. De leider is niemand minder dan Juliette Derpion. En die heeft momenteel, of Hanna Huygens heeft de handen vol momenteel. Onderhalve lengte is de voorsprong op het nummer 4 van Irette Vivon. Achter Irette Vivon zien we dan het nummer 6 dravend. Dat is dat nog altijd van Joint de Sydney. Terwijl Girondin probeert op te schuiven. Als we op een goede 1200 meter van de spiegel verwijderd zitten. Richting de tribunes draven dus. Met Juliette Derpion nog altijd. Die er eigenlijk heel veel zin in heeft vandaag. Twee galop. Huygens met de handen vol nog steeds. En nog altijd die onderhalve lengte voorsprong op Irette Derpion. Op Irette Vivon beter gezegd. Balbora die wil versnellen. Dat doet ook Joint in Sydney. Maar het is heel moeilijk om dat tempo bij te benen. Van die Juliette Derpion. Want die raast over de Tongerse vlakte. Als een ware hazenwind. Zij heeft nog altijd een tweetal lengte voorsprong op Irette Vivon. En maakt er een spelletje. Pak me dan als je kan van onderhalve lengte voorsprong op Irette Vivon. Joint de Sydney die ligt derde en moet alle zeilen bijzetten. Dat doet ook Balbora terwijl Dylan F. Boek het voor bekeken houdt. Girondin heeft zijn laatste woord nog niet gezegd. Maar van voor is het momenteel koers voor niemand minder dan Juliette Derpion. Irette Vivon die loopt een dijk van een koers en nader terug tot op de sulky van Hanna Huygens. Irette Vivon gaat over tot de aanval. Misschien speelt dat in de kaart van Joint de Sydney. Want we zijn op 450 meter van het einde. En Juliette Derpion heeft tot nu toe nog altijd de buit binnen. Twee talenten heeft hij voorsprong op een moe gestreden. Irette Vivon, Hanna Huygens die kijkt over haar rechterschouder. Ze voelt gewoon dat die derde zege van de middag binnen is. Aan de buitenzijde komt Joint de Sydney nog dichterbij, want we komen in de laatste rechte lijn. Juliette Derpion heeft quasi iedere meter van de koers op kop gelopen. Moet nu afrekenen met Joint de Sydney die heel goed finisht. Heel buitenom is het dan Balbora, maar Juliette Derpion heeft zijn schaapjes op het droge. En Hanna Huygens haar hat-trick beet. Juliette Derpion die wint het heel makkelijk voor Joint de Sydney die moet nog de duimen leggen of net niet voor Balbora. Joint de Sydney haalt het voor Balbora die derde wordt en een hele goede indruk liet. Vierde plaats was voor Bos Davron.